Ik kreeg een randje, dus ik moest alles opnieuw en daar ligt nu een halve seconde aan. Halve seconde maar? Oh! Ja, ja, dan kan je nog wel goed maken, bro! Ja. Oh nee! Ik heb hetzelfde! Ja, kijk, zeg maar. Nee! Wacht, kun je, Timo, kun je daarover heen? Oogjes moet je doorheen, Jan. Oh! Oh, ik heb er één keer! Ja! Hij heeft hem wel! Als je hier de Guido, je hebt zelf toch een krio? Nee, Timo! Wat? Yo mensen, Jaraski hier, welkom bij weer een nieuwe GTA 5 van een race sessie hier op mijn kanaal. Vandaag zit ik hier samen met Guido, samen met Mike en samen met Timo. Hallo. Hallo, hey, hallo, hallo, hallo. En we gaan zoals altijd weer drie nieuwe, ik kom er goed uit, drie nieuwe races. Heb je er nu zin in? Ram er natuurlijk keihard op, blijkt dat ze het gaaf vinden. Vergeet ook niet te abonneren om op de hoogte te blijven van alle nieuwe uploads. En deze allereerste race is gemaakt door Guido, die ook mee race. Dus dankjewel Guido. Hey, hoe lang ben je ermee bezig geweest deze keer? Nee, wacht, wacht, ik ga gokken. Hey, als we één lap hebben gehad, ga ik gokken. En dan moet jij zeggen of ik het goed heb gegokt of niet, ja? Zal ik eerst hoog of lager zeggen? Ja. Maar eerst wil ik de stunt zien, want dan weet ik een beetje hoeveel tijd erin heeft gezeten. Oké. Okay. Als ik de race zou maken, is het 3 dagen. Maar jij hebt er natuurlijk al een stuk of 50 gemaakt, dus dan is het een ander verhaal. Of het niet meer is ondertussen. Is het heen en weer of is het één stunt? Oh nee, hij, dus. Hij zit te lachen, nee! Ik zit te kijken naar die shit, het is sowieso heen en weer, jongen. Dus het maakt geen drol uit dat ik eerste sta. Oh ja hoor, ja, oké, okay, het is heen en weer. Ja. Jongens, ik ga verkeren hier in de lucht. Ik weet niet of ik jullie nog ga tegenkomen. Oh nee, ik ga nu de andere kant op. Ja, je moet een beetje opschieten. Guido, ik ben genaaid door die race. Ik ben normaal geland. Ik ben normaal geland. In de looping kreeg ik een randje. Lekker, Mike. Ja, ja. Thibau, ben jij nu de enige die nog in die stunt zit? Ja, ik moet hem nu opnieuw halen, omdat ik een randje in heel bij begin. Oh, joh, heb je nou expres het ook nacht gemaakt? Want het is soms niet te zien, joh. Nee, nee, nee. Oh, dat heb ik. Oh, heb ik dat? Dat heb ik zeker weer gedaan. Zo, oké, ik heb Thibau ontweken, jongens. Die heeft gewoon geprogrammeerd dat BTC een randje kreeg. Ja, natuurlijk. Hij maakt een race. Dan mag hij bepalen. Oh, ik heb de pijl gemist! Oftewel, de bocht daardoor ook. Oh, er komt die komt te maken van de race aan. Ja, ja, ja. Nice. Ja, ik denk. Ja, dit was hem. Oké, oké. Nu moet ik gaan gokken. Oh. Ik zeg met een hele mooie landing dat je hier. 5,5 uur mee bezig bent geweest. Ik denk nog ietsje meer. Zit wel warm. 6,5 uur! Nou, dat is heet, maar nog... 7 uur! Dat denk ik. Oh, oké. Nou, dat zat ik niet echt in de buurt, moet ik je zeggen. Stil hoor, nog. Ja, ja, maar ja, het is ook in de monster truck. Dat gaat ook snel voorbij, hè? Ja, ja, de tijd gaat sowieso rete snel, joh. We zitten nu ook alweer 3 minuten in de race. Lijkt zo, ik heb intro van links. Oh, de bochie! Oh, het was een mooi bochie, hè? Het was een mooi bochie, maar... Ik ben de box vergeten te maken. Zo, Mike, zo, wat is dat voor grind, joh? Ja, nee, je dat komt weet er even niet, langs. Dat was wel mooi. Maar hier richt ik me helemaal weg hier. Ja, dus je kan dit, normaal gesproken kun je niet snel door die bochtjes heen, maar door die platform, dat is echt slim gedaan, man. Dat lekker, Guido. Oh, jongens. Ja, ik ga daar ook weer niet stilstaan. Ik beuk je recht, ik beuk je recht, alles onder controle. Thanks. Ik zit nog niet eens in lap 2. Nee, ik kan je beuken. Wow. Bro, die bossen truck trek. Ah, nee! Nee! Hij is niet snel genoeg. Omdat ik Mike wilde beuken, haal ik hem nu niet. Ja, ik was echt veel te traag mee. Oké, nu sta ik wel al derde. Ik weet niet, Thibau. Ja. Ja. Weet je, hou daar maar gewoon op. Je hoeft ook niks te zeggen, jongen. Ik had beter kunnen zeggen. We starten vandaag de race met Mike en Guido. Hallo, jongens. Ik heb je ook nog helemaal niet gezien, behalve dat we elkaar tegenkwamen in de stunt, man. Ja, ik kreeg een randje, dus ik moest alles opnieuw en daar ligt nu een halve seconde aan. Een halve seconde maar? Oh! Ja, dan kan je nog wel goed maken, bro. Oh nee! Ik heb hetzelfde! Ja, kijk, zeg maar. Nee! Ik heb hetzelfde! Voor die laatste Guido. Checkpoint, of niet? Karma. Ja, voor die laatste checkpoint. Ik heb precies hetzelfde. Nee! Ja. Heb ik nu... heb geen idee over hebben. Je hebt de race toch getest? Ja? Aan het einde. Helemaal op het eind. Waar rij jij nou? Je rijdt beneden. Je moet overrijden. Hebben jullie elkaar eraf gebeukt of niet? Ja. Oké, dat vind ik eigenlijk wel leuk. Dan heb ik nog kans om te finishen, maar... Ik heb net iemand ontweken. Ja, dat was ik. Nee! Thibau! Dat was het eind! Dit was niet helemaal de bedoeling, hè? Wacht, misschien kan ik hem... Nee. Cheaten. Ik probeer hem nu te cheaten, maar dat is zo goed als onmogelijk. Want ja, ik lig sowieso meer. Ik moet hem cheaten en dan. Nee.
ik kan niet die hele stunt opnieuw doen. Wacht, kan ik die checkpoint pakken? Ja, Jan, ik heb Mike deze keer wel boven. Dan moet ik nu uit de lucht vallen. Niet doen! Oh, dan kan ik nu die checkpoint pakken. Bro, ik ben hem keihard aan het cheaten, maar dit gaat... Ik ben sowieso nog te laat. Ik heb de remglitch in de lucht gedownd. De enige manier hoe de remglitch in de lucht werkt, is als je hem op de kop doet. Dus ik heb nu de checkpoint in de lucht gepakt, naar beneden gevallen. Oh, nu ga ik omkeren. Hoe ver sta ik achter, jongens? Want... Nou, ik heb even wat tijd voor je. Oh, heb je tijd? Ja. Kan ik nog finishen misschien? Bij mij zegt hij 1 minuut. Dat weet ik niet. Oh, 1 minuut. Oké. Ja. Laat maar. Ik heb helemaal een cheat manier gevonden, jongen. Helemaal mijn best erop gedaan. Maar ja, oké. Okay, I will take the DNF. Ik kan er niks meer aan veranderen. Het is wel een goede race. Alleen dat randje, dat was iets minder. Maar heb je nou weer een DNF in mijn race? Ja, maar dat doe je gewoon expres. De vorige stunt race ook al. Ja, maar ik ga gewoon jouw races niet meer racen. Ja. Dat was dit nou. Je moet ze publiceren onder een andere naam. Want elke keer als ik jouw race doe, haal ik het DNF. Oh my god, ik crash ook nog vol in dat hekje, jongen. Ik heb nog 17 seconden. Ik moet nog 2 checkpoints. Goeie, als ik goeie land. Landing. Goeie ja, landing. Land normaal. Land niet stuiteren. Ja. Oh. Ja. Ga je niet redden. Nee, oh. 8. Hou je mond. 8. 7. 6. Nee! 5, hij is daar! 4. Nee! 2. 1. Nee. Oeh. Pijnlijk, hè? Ik zat nog in de buurt ook, jongen. Hé, hey, maar met cheat manier, die was wel beast. Dus ik tik mezelf op de schouders. Nou ja. Gelukkig ben ik niet de enige, want Timo die heeft de hele stunt maar 1 keer gezien. Dus dat scheelt. Nee, ik zat letterlijk 5 seconden achter jou. Ik heb je echt niet gezien, nou. Oké. Hey, ik heb wel de snelste lap. Ja, we gaan door naar race 2. Race nummer 2 gaat beginnen. En het is een go-in-the-hole race gemaakt door Flashlight. Dus we zitten allemaal in de oude vertrouwde entity. En ja, ik verwacht hier en daar wel een trolletje en ik verwacht dat het niet heel makkelijk gaat worden. Het is wel een point-to-point. Met mijn auto, kijk. Wat? Je hoofd steekt door het dak heen! Ja maar wacht, we kunnen dit niet samenhalen! Oh, heb ik hem in één keer? Hij zit beneden, jongen. Oh, ik had hem bijna! Oh, we hadden hem bijna in één keer, jongen! Ik ging echt net te hard en Guido net te zacht. Zullen we een keer de pogingen bij gaan houden? Ik denk een goed idee. Okay. Dat is goed. Dit wordt poging nummer 2. Oké, jongens, ik ga te snel. Ik heb hem! Hij heeft hem die tegen mij aanknalde! Nee, aan de knal! Rijk het dan af en af! Hey, je had er bijna poging 2. Nee. Nou, dan gaan we, jongens. Ja. Poging 3. Drie keer ja, ik weet dat. Wacht, ik ga remmen. Timo, ik rem. Nee, weer net niet. Oké, dan ga ik nu weer gas geven en dan hoop ik dat ik nu snel... Oh, dat is perfect! Oh, dat is perfect! Oh, ja. Die was echt gewoon beter. Nou ja, hij kon veel beter, want ik knalde overal tegenaan. Maar... nee, maakt niet uit hoe snel je gaat. Ik heb hem in 3 pogingen, jongens. Succes daarachterin. Ik ga maar mijn 5e poging beginnen. Nice. Ja, hou je pogingen bij, hè. Ik ben echt benieuwd. Wacht. Oh nee. Dus speelt 8. Oh nee, ik ben bij troll. Ik ga alvast doorrijden, want... ik weet wel hoe dit gaat aflopen. Kan ik hier doorheen? Zorg wel dat je niet je beeldscherm... Ja, nee. Er komen nog meer go-in-the-holes. Nou! Nee, dat gaat zeker niet gebeuren. Succes. Ik ben poging 7 ondertussen. Nice. Ik ging perfect. Oké, iets sneller nu, iets sneller. Take flight mode gaat weg. Hij moet nog sneller. Maat, ik zit bij een go-in-the-hole. En je hebt geen aanloop. Poging 7. Lekker bezig. En je moet wel snel gaan. Dus, en je moet hem timen, wacht. Ik ga heel veel deze timen. Take flight mode gaat... nu naar boven. Nope. Dus dan moet ik nu gas geven. Met je naartoe. Wat? Knokkeltje naar achter. Oké, wacht. Ik ga ervoor aan de kant, Guido. Gaan. Nee, bord. Aan het bord. Nee, ik ging perfect. Nee. Het bord is naar beneden. Gaan. Ja, nu ben ik te laat, denk ik. Ik zag het niet. Ja, shit. Oh. Ik geef hem wel even een heel rondje. Thibo, aan de kant. We zijn aan het wachten op het bord, bro. Oh, ja. Ik weet. Ja. Dit was mijn eigen schuld. Ik pakte heel dat gat verkeerd, jongen. Oh, ja, ik ga ervoor. Ja, ik heb hem! Oh, daarna moet je nog snel gaan ook. Je moet op het einde snel gaan, jongens, want anders gaat verkeerd. Via de checkpoints pakken. Ik zag nog wel een gat ernaast zitten ook, dus ik denk dat we er nog een moeten doen. Zo. Ja. Gewoon door de onderkant, toch, gemaakt? Ja, en dan met je neus naar voren. Oh, neus naar voren. Maar je zit in de remschijf.
Oh, ik heb hem in één keer erdoor! Ja, ik heb hem in één keer, omdat je zei... En er zit... Bro, ik had echt geluk. Jij zei neus naar voren. Je moet geluk hebben dat je in het midden zit. Je moet geluk hebben dat je de remschijf goed hebt. En je moet geluk hebben dat de stopbord er niet voor zit. Ik had... Maat. Dit was echt pure geluk. Dankjewel voor de tip, Mike. Ja, geen probleem. En wat nu? Ik rij wel van door. Hé, mij zit er een bord voor. Ja, dat stopbord. Ah, let's go. Ja. Ik ben verkeerd gereden. Niet te hard daar, Mike. Nee, ik ging te zacht. Oh ja, ik ging te hard. Daardoor knalde ik over die vangrail heen. En dat heb ik nu weer. Ja, maar ik wil niet aan deze kant van de vangrail zijn. Ik kom eraan, jongens. Oh, huh? Deze... Niet doorbouwen, niet doorbouwen. Ook... Nice. Mike, je kan hier nou niet respawnen. We kunnen nou niet respawnen. Volgens mij word ik getrokken. Wacht, jongens. Waar zit die checkpoint? Daarachter toch gewoon? Ja, ik ben aan het zoeken, maar... Nou, moet je niet hierdoor? Mike. Is toch gewoon die go in the hole pakken? Ik ben bang dat die in een boost zit. Ja. Oké, okay, nee. Dat moet je ook doorheen. Je moet gewoon de go in the hole pakken, ja. Jan, hier. Deze kant op. Wacht. Jan. Oh, ik zie het. Thibaut? Ja? Hoe zijn jullie daar geraakt? Nee. Jongens? Wat is hier? Je moet gewoon het gat pakken. Dat is het trollen. Je moet gewoon door die go in the hole, jongens. Ja. Nee, ja. Helemaal niet. Echt wel, wij hebben gewoon in één keer gehaald, hoor. Wij hebben die go in the hole in één keer gehaald. Thibaut? Ik zou even respawnen. Oh, rustig eroverheen. Wacht, geef je een setje. Hier. Thanks. Let's go. Nee, nu moet ik hem zelf wel halen. Maar... Ja, ik denk het ook, ja. Oh nee, Mike, nu kom ik er niet overheen. Dat is het hele probleem. Bro. Oh. Ja? Oh ja, nee, nu zit ik vast! Oh. Ja, je hebt hem. Nee. Ja! Ja! Heb je hem. Let's go! Hey jongens, hebben jullie die go in the hole al gehaald? Want wij zijn nu ook bij de go in the hole namelijk. Ja. Ja, ik ben er ingegaan, maar je moet nog helemaal niet... Je moet dat helemaal... Timo, je moet nog helemaal niet de konol doen, bro. Je moet er omheen rijden. Mike en ik waren hier keihard aan het trollen, jongen. Oh, dat bleek vlijfboord. Ik ga ervoor. Ja, ik heb hem. Nice. Oeh, niet te hard. Maar moeten we die kant op eigenlijk? Ik denk het wel, want ik ga nu naar boven namelijk. En die checkpoint zit ook hoog. Oh, serieus? Zij rijden verkeerd daarheen, mij. Ja. En het ergste. Hey, wacht, Timo, hoe vaak heb jij die go in the hole geprobeerd? 3 keer of zo. Mike en ik reden al lang door, jongen. Ik ben hier Mike, mee, let zo meteen ik op. Ik kan dan niet verder. We zijn bij de finish al. Ja, we zijn bij de finish, maar kan ik die checkpoint vanaf hier pakken? Nee, ik heb een checkpoint gecheat. Ja. Ik heb hem gecheat, let's go. Even. Wij zijn bij de finish! Mike, in één keer, door de smiley. Timo, kun je daar overheen? Oogjes moet je doorheen, Jan. Oh, ik heb hem in één keer! Ja! Hij heeft hem gewoon! Ik heb hem in één keer, ouwe! Oei. En die Timo en die Gino worden getrold en die... Oh, Mike, alsjeblieft, ga er doorheen. Ik weet niet hoe ik dit in één keer had, Mike. Ik respawn en ik kwam er in één keer door. Ah, ik niet. Ik Hey, Mike. Guido is bij dit gat. Oké, Guido heeft hem. Guido, je bent er nu ook bijna. Iedereen kan nog finish en iedereen kan nog een DNF halen. Ja, Mike aan het spectaten. Ja, door het gele gat. Nee. Tussen die ogen door. Ik ben tussen die ogen. Daar ben ik doorheen gegaan, ja. Ja, dat weet ik. Oh, je probeerde Timo nog... Oh. Hey, je moet door de mond heen, Timo! Misschien kan je ook nog door zijn ogen heen. Dat kan ook. Ik ben tussen zijn ogen doorgegaan, maar... Nee, ik zat Mike! Ja, doei! Die was clean! Mike heeft hem echt! Erheen. Maat, ik geef hem, die was echt clean. Ik zweer het. Ik ben jou aan het spectaten, Guido. No pressure. Oh, Guido heeft hem ook! Oh, Guido, Timo, nu jij nog. Heeft Timo? Ja, let's go! Oh, maar iedereen is gefinished! Yo, GG. GG, jongens. Oké, GG. Let's go. Deze was wel echt beast. Iedereen is nog gefinished. Dat was ook meteen de tweede race. Dus doe nog eentje. Op naar race 3. De laatste race is begonnen. En dit is een hele oude race. Daarom heb ik ook met mijn oude vertrouwde Ruk kenteken achterop. Oh, en ik rijd ernaast. Oh, ik ken deze. Ja, ik ben inderdaad ook Ruk. Je kunt deze keihard cheaten. Kan je deze keihard cheaten? Hoe dan? Ja, zo meteen bij die looping. Maar jij kent deze race dus gewoon nog van jaren geleden. Nee, dat heb ik onlangs nog gedaan. Oh, joh, dat sprongetje, jongen. Dat sprongetje haal ik echt maar dus net. Niet. Nou, Mike is ontploft. Timo is ook ontploft. Oh, je moet door die bosje naar rechts. Oh, je moet terug. Oh, wat? Oké, je moet de andere kant weer op, jongens. Ja, ik dacht, ik pak gewoon een keer een oldschool race van echt jaren geleden. Maar volgens mij moet ik nu hier naartoe. Ja, nu hoef je die looping niet te doen. Nu moet je daar overheen. Dat houdt in dat ik al in... Lap 2 ben. Nice.
Ik moet even door gaan racen. Wacht. Nee, hier, Mike. Hier kan je echt geen DNF halen. Als je hier een DNF haalt. Nee, maar ik haal die jump niet. Welke jump? Ik pas met... Ja, waar je nu bent. Ik heb hem makkelijk. Heb ik je nou gelapt dan? Nee, ik dus niet. Nee, ik heb je gelapt. Lap, you have been lapped by Jaraski. Ah, bro, nou. Als je hier, deze race gaat echt maar 2,5 minuut duren als je hier een DNF haalt, jongen. Ik zou je nog even een setje... Ik wou je een setje geven. Nee. Oh, nu ben ik er ook naast. Ik maakte een wheelie door dat plantje waar je doorheen moet. Dat was niet helemaal de bedoeling. Nou, Mike, je bent niet meer gelept, want ik rij achter je, dus... Mike. Het was... ik heb een slechte landing. Het was wel korte duur. Maar ik vind het... Ik moet een race doen. Ja, dat zou ik wel doen, ja. Ik vind het wel mooi, want vroeger waren dit gewoon de GTA-races. En kijk wat ze nu allemaal maken. En met die flips en met die automatische stunts. Ja, en gelijk weer helemaal flashbacks van jouw video's van vroeger, echt. Met ja, dit is gewoon een race uit 2016 of zo, hè? Moet je nagaan. Oh, Mike, je hebt hem maar net, jongen. Ja. Ik zou wel doorrazen, jij, want ik ben er weer achter je namelijk. Ja. Oh, nu rijd ik er zelf naast. Wacht. Volgens mij kan ik gewoon via die berg doorrijden, toch? Nee, dat kan niet. Jawel. Ik zie de checkpoint. Daar kom ja, ik! Over Let's go! Ja, dat oh nee! Nee, maar ik ben eraf! Ben je er naast? Ik ben helemaal naast! Ik probeerde jou eraf te beuken, maar dat is een beetje verkeerd afgelopen. Mislukt. Maar ik sta toch zo ver voor, joh, dus ik heb nergens... Oh, ik rijd er weer naast. Weet je, ik kan gewoon rustig ook rijden naast. Het maakt niet uit. Alles onder controle. Gewoon rustig respawnen, gewoon opnieuw doen. Ik sta nog steeds eerste, ik weet niet hoe, maar... hoe sta ik nog steeds eerste als ik twee keer dit stuk faal? Ik val hem ook heel goed. We zijn gewoon te goed geworden voor deze races. Ja. We kunnen dit niet meer. Oh. Let's go. Ik ben bij de finish. Ja, maar geef Mike nou even een DNF. Ja, maar wat... Die gast staat een lap achter op iedereen en nu staat hij best tweede! Wat doen jullie? Ik heb echt ik hoop zo dat hier nog DNS gaan vallen, want dit Jaapie kan echt en niet. Jaapie, hij is al begonnen! Wat? Jongens. Guido, als je hier... Guido, je hebt zelf nog een krio. Nee, Timo! Wat? Timo, jongen. Dit kan echt niet! Dit is de makkelijkste race die we in een lange tijd hebben gedaan, hoor. Oh, nee, dit komt goed. Hallo. Ja, jullie halen dit. Okay. Ja. Jammer, jullie halen dit. Oké. Ik was even bang dat hier echt op DNS kunnen vallen, maar... Goed gedaan, jongens. De video is daarbij ook weer afgelopen. Dus mocht je het hebben genoten, ram dan natuurlijk keihard op like, dat zou ik super gaaf vinden. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal, om op de hoogte te blijven van alle nieuwe uploads. Check ook mijn kanaal, check Timo's kanaal, check Gieters kanaal, check de race site, check de links site. En hopelijk ook weer tot de volgende keer. Bye bye, mensen.